Zes Groningers ontfermen zich over zes bijzondere naoorlogse gebouwen. Wij gaan de strijd met elkaar aan en proberen u te overtuigen van de schoonheid van ons gebouw. Laat u door een van ons verleiden of bedenk zelf welk gebouw uw favoriet is. En laat uw stem horen. Doe dat voor donderdag 17 oktober op lichtenruimtegroningen.nl. Ik kreeg een mailtje of ik mee wilde doen aan het project Licht en Ruimte Gronings Erfgoed 1945-1970. En ik zei onmiddellijk, ja, ik wil meedoen, maar ik wil Dudok. Dit vind ik zo verschrikkelijk leuk en mooi gebouwtje. Ik wil toch geen ambassadeur zijn van een crematorium. Het mooie aan dit gebouwtje is dat het exemplarisch is voor de periode waar we het over hebben. Die wederopbouwstijl, begin jaren 50, gebruik van beton en staal, waardoor er heel veel licht en ruimte in het gebouwtje te creëren viel. Piepklein gebouwtje, maar heel veel glas, licht. Dit type gebouwtjes is in de jaren 50 door Willem Dudok, architect, ontworpen in opdracht van Esso. Die wilden overal in het land gelijkwaardige gebouwtjes hebben. De een was ietsje groter, de ander was ietsje kleiner. En dit is de allerlaatste nog in het wild levende. Er hebben dus een aantal van dit soort gebouwtjes verspreid in Nederland gestaan. Ze zijn allemaal afgebroken, allemaal weggegaan. En op een gegeven moment hebben ze vanuit ergens in de Randstad het laatste exemplaar, dachten ze, opgetild. Betonnen bak, kun je gewoon optillen. En in het Autotron in Rosmalen neergezet. Inmiddels ook weer verplaatst naar Raamdonksveer. Maar wat bleek, in Groningen stond er nog één. Dit is het laatste in het wild levende exemplaar van het Dudok tankstationnetje. Het is natuurlijk algemeen bekend dat de gemeente een tankstation niet langer binnen de gemeentegrenzen wil hebben. Die moeten allemaal op industrieterreinen en langs de snelweg komen. Dit gaat verdwijnen. Maar het gebouwtje niet. Dat is een monument. Dat mag niet weg. En als hier die tankstations niet meer staan, dan hebben we een prachtig terrasje en een geweldig mooi tapas tentje. En de naam weet ik ook al. Even bijdenken.